Oeh. Het is nog glad. Richard Verschoor. Zijn er. Die gaat één auto bereiden. Ciao, heeft schrijfwijs niet. Samen in Oeroes. Wanneer ga jij nou weer? Kelvin. Tesla. Kelvin in de Tesla. En ik ga in de 6x6, want ik ben de enige met het rijbewijs. Deze auto die wordt straks nog opgehaald door Absolute Modus. Er moeten nog wat dingen gebeuren. Dus wij gaan nu naar de gym van Woetroe. Backdate doen. En dan gaan we even wat spullen uitdelen met de gouden karren. Wat een dure tank. Dan moet je ze allebei tanken. Ja, maar dat wil ik even erbij zeggen. De Fleetrition producties worden ook steeds gekker, hè? Ja. Het kanaal. Dus abonneren voor die grotere chest. Dat is €625. Wat? Ja, maar deze is helemaal leeg, hè? Ik ben er €200 in. Hier ook 120. We hebben ze gewoon van die reden gedaan. Dat rondje van de zaak. Is happy hour. Veel te zien. Aangekomen bij Club Helika bij Oma Woodrow. Oh, oh. Hey. Ding is vet, hè? Ja. Gemiddelde werkdag met Yuri Beuken, jongens. Kijk. Eigenlijk is het heel erg raar. Hoe zei je? Dit is toch niet zo raar? Maar er is nog plek voor meerdere gouden auto's, hè? Ja. Hey. Hey, jongens. Wil iemand een bakkie? In de bak. Zo. Volgens mij is dat een blueberry. Zo. Ah. Wat een hele nette dit. Ik ben er steeds wel beter in het rondje. Hè? Tot de volgende. Lukt het, Joel? Hè? Lukt het? Ja, dit is wel, ik heb hem veel zo lang niet gebruikt, maar dit is echt de auto, hoor. Hier de Dragon Pulse Beuken P3, hè? Blijft toch al... mijn favoriet, hoor. Ga je nou korting? Ik die zelf heel veel september. Tot 35%. Hij is goed verkoper, hoor, dit jouw. Ik kan zo... Ik kan zo de stilzitten. Ja. Wil je een beetje water? Ja. Hey, wat zit er nou in mijn zak? Ik heb ook nog een Lion. Ook nog een Lion. Ja, dat moet elke keer van Klaus Veen naar die ene video. Zit in een lean bulk. Echt? Ja, stiekem. Oh, meer voor ons, Klaus. Pre-workout, quick, fast acting carbs. Ik ga zo... de spier in. Oh ja! Ja! Ik denk, lees ik dit nou goed? Nee. Ik dacht even bijna dat ik de kwijtweg was. Kijk, ik vond die watermeloen zo lekker van die V2, dat was echt mijn lievelings toen. Nou, ja, daar moeten we dus een V3 ook van hebben. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik zal het maken. Ja, ik volop, hoor. Ja, dat buffeltje moet toch zijn werk doen, hè? Sjouw, die geeft wat wil je er nou in? Die echte goede scoop. Ja, geeft die goede scoop. Moet je kijken. Juist, het zijn wel goede bergen. Moet je kijken. Die Sam's billetjes. Ja, maar dat heb ik niet. Mooie foto, bro. Goed, hè? Ah, je bent.
de cute driver. Hey. Wat? Meer. Richard Pujol. Richard Pujol. We kunnen eigenlijk in dit rek kunnen we alles doen. Dus we hebben net de pull-ups gedaan. We gaan nu deze doen. Je kan het zelfs doen met een bezemsteel thuis. Tussen twee stoelleuningen. Dit is er eentje. Die komt gewoon rechtstreeks uit het Arnold Schwarzenegger bodybuilding boek uit de jaren 80. Kijk, dit is nog zwaarder. Dit. Ben jij nou schrik, ja? Kom je kijken, joh. Staat er hoor. Vet, hè? Welke zou er nou weer af hebben? Soms vergeet ik dat ik die dingen allemaal heb en dat we ze ook moeten inzetten. Want je hoeft ze alleen maar ergens neer te zetten en het doet al zijn werk, weet je wel. Ja. Wie heeft het nou? Niemand heeft dit ding. Ik zie dit niet eens in Amerika eigenlijk, bijna niet. Dit is best wel ziek, hoor. Dit scene is in mijn GTA garage, jongens. Hoeveel pk staat hier in het goud? Oh, dat is een leuke comment, ja. Dat is een leuke comment. En wat wint de comment? De winnaar die krijgt een hartje. Van jou, van YouTube. Ja. Moet je Tesla over de weg Electrolyte Koepelbeel naar Yuri Beuky. De auto met het meeste bereik. 700 kilometer, hè? Ja, kilometers. Ja, kan nog wel meer, denk ik. Kan nog veel meer, want ik heb ook al hard gereden nog in Duitsland een stukje toen. Ik denk als je je best doet, dat je met deze gewoon wel richting de 800 aan 1000 kilometer kan rijden op 160 liter. Maar dan moet je wel de hele tijd gewoon 80 rijden, zoals een vrachtwagen. Hé, hey, we kunnen even hier het water in. Gewoon, hè? Ja, hij is echt zo. Oh. Ga je dit? Ga ik goedje uitdelen. Oh. Kijk. Hey, die pet zet je goed, man. Dank je wel. Bijna op, jongens. Met mij nog een voorraad heeft. Wat is jullie naam? Nee, het is Clean Nutrition zijn. Wat staat er nu? CN, Clean Nutrition. Oh, je hebt de tijden.